Wij jongens, zijn we weer onderweg naar Utrecht, naar Labiat, vandaag een auto. Labiat heb ik al meegemaakt als speler bij toen ik echt veel wedstrijden had gespeeld voor PSV. Dus toen ik daar aan kwam rollen. Dus ik ken hem al een tijdje. En goede jongen, goede voetballer. En ja, hij heeft al op jonge leeftijd is hij al in het buitenland geweest. En ik ben benieuwd hoe hij dat heeft ervaren. We gaan het zo dadelijk horen. Dus bedankt voor het kijken. Abonneer even. Dat is wel heel belangrijk voor mij. Want er komen ook, is ook wel belangrijk voor jullie. Want er komen allemaal leuke prijzen aan als je niet geabonneerd bent. Dan kan je ook niks winnen. Dus, maar bedankt in ieder geval voor het kijken weer. Dat was het. Rust jongen. Rustig. Dat is echt lang geleden. Echt lang geleden, hè? Rustig. Goed man. Rustig. Ja. Oh, shit. Heb je getekend? Nee man. Ik heb geen stick, man. Moest je wel trainen vandaag? Nee man, vrij man. Oh. Ik heb heel wat afspraken. Afspraakjes? Ja man. Mooi man. Zemmel. Waar wil je nou? Hier doe je boek. Had je een fotoshoot? Ja man, met VI man. Je moet geen voor die blad toch? Oh, niks waard man. Zou beter bij mij zitten. Ja hè? Hey, nee, Johan Derksen zit er niet meer in toch? Nee, mijn Mattie. Mij ook man. Ja? Is jouw Mattie? Ja. Ja, maar vind jou wel een lekker dingetje. Woon je hier? Ja man, mijn ouders wonen hier man. Oh oké, okay. Ik ben hier wel eens geweest toch? Ja ja, jij bent een keer opgehaald. Ja. Ja, man, nooit in. Ik heb nog met jou gevoetbald, jongen. Dat is niet normaal, hè? Dat weten mensen niet, hè? Dat weten ze niet. Toen, was jij nog, toen kwam jij net in het eerste. Toen was ik nog een jonge broekje, man. Ja. Was ik 16, 17. Ja, ja. Dat is alweer hoeveel jaar geleden? 7 jaar geleden? 8 jaar? Ja. Ja, man. Toen kwam jij net bij het eerste, of niet bij PSV? Ja, man. Je had wel al je debuut gemaakt? Ja, op 16 had ik mijn debuut gemaakt. 16, hè? Ja. Zo, hé. Volgens mij kwam jij toen ik 17 was. 18 was. Ja. Ja, 17. 17. Ja. Toen kwam ik, kwam ik aanrollen. Ja. Bij PSV is al dik. Ja man, je bent niks veranderd. Man. Ik ben nog steeds knap in Holland. Ja, man. Oh. Ja, man. Ik mis het wel met jouw douchen samen man. Zo hé. Maar je hebt wel echt wel veel dingen meegemaakt al hè? Ja man. Je bent 24 pas. Ik was op vroege leeftijd. Tenminste, ik speelde 3 jaar in het eerst van PSV. Ja. En toen ben ik op mijn 19e naar Portugal alleen gegaan, man. 19 alleen naar 19. Portugal? Oh. Ja, man. Zonder familie? Zonder familie. Mijn vader en mijn broer en zo kwamen wel over. Maar het is toch anders. Ja. Nu voetbal ik weer in Nederland, ben ik wel, kan ik altijd naar mijn moeder toe gaan. Lekker, mijn vader, et cetera. Ja, dat is toch lekker. Dan zit je daar 3000 kilometer van je familie vandaan. Dat is toch anders, man. Ja, dat is moeilijk. Ja, is het moeilijk? Want kijk, wat je zegt net, je kan dan lekker even naar mama, je vader toe, even, weet je, daar, ja, dat mis je allemaal daar. Ja man, vooral buitenland. Kijk, ik werd, toen ik naar Lissabon ging, ja, werd je gewoon in een hotel gezet. Ja. Kijk, je verdient geld om, ja, je hotel werd dan wel betaald, maar je appartement moest je zelf regelen. Okay. Gas, water en licht en ik sprak geen woord Portugees. Dus je hebt schuld staan nog daar. Die kan ja. Die komen je halen, vriend. Ja, ik heb mijn huis wel achtergelaten daar, man. Met, ja? Ja, man. Had je een huis gehuurd gewoon? Of, ja, ja, ik had een huis gehuurd. Dat is het beste, hè? Ik had het huis gehuurd en ja, toen ik daar wegging, heb ik gewoon een huis achtergelaten, mijn contract ontbonden en weggegaan. Je contract ontbonden? Heb je zelf gedaan? Nee, nee, dat was op de laatste dag eigenlijk van de transferperiode. Laatste dag van de transferperiode. Ja. Belden ze me op. Ik was met 2 vrienden en mijn zaakbenemer in het restaurant. Ja. Dus ik maakte al die, zeg maar, toen we daar binnenkwamen, maakte ik al een graf van stel je voor, ze bellen me nu op van we laten je contract ontbinden, we geven je jaarsalaris mee, je mag weg. Oké. Okay. En die vriend van mij zei nee, ik denk dat ze dat nooit gaan doen. Nee. Op een gegeven moment waren we net bezig met het voorgerecht. Ik heb mijn zaakbenemer gebeld. Met ja, we willen
zijn contract ontbinden, maar hij krijgt niet alles mee. Ja, kijk, ik zat in mijn laatste jaar. Ja. En was natuurlijk het laatste jaar, ja, voetballers weten dat wel, dan verdien je het meest eigenlijk. Ja. En dat kon ik bij geen enkel club nog verdienen. Dus ik gaf gewoon aan dat ik wou blijven. Mm-hmm. En dat ik op mijn kans eigenlijk wou wachten bij Sporting. Dat, ja, dat kan hun doorgaan. Ik wist niet dat ik geen kans kan. Ja, natuurlijk. Ja, en toen, mijn zaakbenemer die gaf dat door natuurlijk. En een uur daarna belden ze weer, zeiden van, ja, kom maar, we geven 100% salaris mee. Met een bepaalde voorwaarde. En die hebben we geaccepteerd. En toen ben ik weggegaan. Oké, want ze wilden gewoon niet verlengen, hè? Ja, kijk, toen Jorge Jesus kwam. Ja. En Leonardo Jardim, die nu trainen bij Monaco. En Jorge Jesus nog steeds, die van Benfica naar Sporting is gegaan. Ja. Die wou me heel graag behouden in de selectie. Die wou mijn contract verlengen. Alleen de president hield dat tegen van de club en de technisch directeur. Ja, zie je, dat is niet zoals in Nederland, de trainer en zo beslist dat heel anders. Het is heel anders. Van bovenaf wordt dat gewoon bepaald. Zoveel druk naar de trainer toe. Ja. De trainer die gaf ook gelijk aan in de voorbereiding dat ik moest blijven. Ik werd topscorer van de voorbereiding en het begon goed. Ja. Alleen zoals ik al aangaf, de president die hield dat tegen, die wou dat niet. Nee. Hoe lang had je contract daar? Ik had 5 jaar, man. Dat is 5 jaar gecashed. 5 jaar gecashed. Ja, maar ja, toch goed, wel lekker. Je bent nog vrij jong, je bent 24, dus je kan nog graag zeker hebben. Kijk, ik ging daar met de intentie naartoe om te voetballen. Om daarna na 1-2 seizoenen verkocht te worden naar een grotere club. Ja. Je ziet vaak in Portugal, die jongens worden verkocht voor enorme bedragen. Ja. En de eerste seizoen speelde ik veel. Speelde ik veel in de Europa League ook. En toen, het tweede seizoen, kwam er een nieuw president, nieuw bestuur en al. Mm-hmm. En hun kwamen in een crisis. En ik was daar een van de grootverdieners. En ze wilden mijn contract verminderen qua salaris. Ja. En dat wou ik niet. Nee, natuurlijk. En toen ben je teruggegaan naar Nederland, hè? Ja, toen ben ik verhuurd 1,5 jaar naar Vitesse. Oh ja, ja. Heb ik een goede 1,5 jaar gehad, veel goals gemaakt, assisten. Ja. Toen ben ik terug naar Sporting gegaan, kon ik naar goede Premier League clubs. Ja, oude club. Everton? Ja, man. Waarom ben je gegaan dan? Ja, ze kwamen er niet uit met Sporting, man. Oh, met Sporting, oh, okay. Met transfers. Om Sporting vroeg, denk ik, 13 miljoen. Zo? Terwijl hun in de media zeggen dat ik moest vertrekken. Ja, toen kwamen we er niet uit. Helaas, man. 30 miljoen is wel een beetje te veel voor jou, hoor. Wat denk je? Nee, een grapje. Nee, nu wel. Nu? Nee, je gaat nu ga je ook goed. En dan zit je Marokkaanse elftal ook. Kijk, toen deze trainer bondscoach werd. Ja, die blonde. Ja, die blonde. En die, die werd bondscoach en toen speelde ik niet bij mijn club, de Sporting. Oké. Okay. En dus eigenlijk zijn hele tijd bij Marokko heb ik niet gespeeld. Alleen de laatste 8 maanden, 9 maanden heb ik gespeeld. Ja. En ja, bij het begin moest ik fit worden, man. Ja. Ik was gewoon 82 kilo. Echt? Ja, kan je niet beseffen. Ik weeg nu 73. Ja. 82, man. Ik was gewoon... Hoe kan dat? Was voetbal gewoon even zat, man. Ja. Vooral... ik had mijn contract ontbonden en ik zou naar Toulouse gaan. Ja. Toulouse in Frankrijk. Het is uiteindelijk niet doorgegaan door bepaalde redenen, bepaalde mensen die in mijn leven waren. En toen was het gewoon zat omdat voetbal meestal wel oneerlijk is. Ja, ja. En dan ben je daar dan als voetballer de dupe van. Ja. Toen dacht ik van even een break van 3-4 maanden, toen ging ik eten. Ja, dus bij welke club zat je toen? Of had je toen geen club? Ik had toen geen club. Helemaal geen club? Ik kon wel voetballen bij Toulouse, Montpellier. Ja. Waren veel clubs geïnteresseerd en contracten ook. Ja. Maar ja, toen heb ik gewacht tot januari eigenlijk. Want ik wou eigenlijk per se terug naar Nederland. Ja. Oh, en waarom? Dat je familie mist of zo? Gewoon. Ja, gewoon omdat je een vertrouwelijke omgeving wil.
mensen die, die van je houden, die om je geven en die, die je altijd kunnen steunen. Oké, dus op dat moment had je dat gewoon dat nodig, dat ja, gevoel. Ja, dus het is niet zo van, maar nu wil je toch wel ooit nog wel een keer naar het buitenland? Ja, absoluut, dat wil ik zeker. Mooie club moet komen natuurlijk uit een mooie competitie. Ja. Maar ik wil nog wel een stap maken in Nederland. Naar een topclub. Ja. Oké. Okay. In Nederland topclub? Of in? Ja. Okay. Ik kan niet veel verklappen, maar... Dus er gaat wat gebeuren? Er gaat misschien wel wat gebeuren, ja. Nu al? In de winterstop? Ja, kijk. Dat ligt er ook aan natuurlijk. Kijk, Utrecht. Utrecht heeft me wel de kans gegeven om bij Utrecht te komen voetballen. Ja. En de trainer natuurlijk ook, de bestuur. En kijk, het zijn fouten natuurlijk waar ik van heb geleerd. Dus ik wil nu gewoon gewoon iedereen de hand schudden. Ja. En een volgende stap maken. Dus het gaat niet meer met gevechten en et cetera. Dus we hebben primeur, gewoon. We hebben gewoon primeur nu. Ja, man. Ja, top, man. Ja. Wacht hij erin of niet, dan moet hij eruit? Nee, hij moet eruit, hè? Wat? Dit stukje. Nee, maar gewoon erin blijven. Okay. Bedoel, iedereen heeft ambities, toch? Ja. Ik denk, toen ik bij Utrecht kwam, heb ik ook gewoon duidelijk aangegeven dat ik dit zie als een springplank. Tussenstation naar de top van Nederland. En dat weet de trainer van mij en de trainer verwacht dat ook van mij. Dus, Oké, dus je gaat nu je gaat in januari misschien wel naar een topclub in Nederland. Dus, ja, kijk, ik... Is dat de top 3 gewoon Nederland? Ajax, PSV, Feyenoord dus? Ja. Oké, dus ik... dus ik denk... Misschien PSV, misschien Ajax. Weer PSV? Nee, maar jij wilt niet naar PSV. Ik weet... Ja, tuurlijk wel. Absoluut wel. Ja? Tuurlijk, je hebt daar ook de kans gehad. Ik ben daar opgegroeid. Kijk, de manier waarop ik weg ben gegaan was misschien... anders dan mensen hadden verwacht. Ja, want wat was dat toen ook weer? Ik wou mijn contract heel graag verlengen. Ja. Ik wou echt mijn contract verlengen. Dat heb ik ook besproken destijds met mijn trainers bij PSV, Rutte en Ten Hag. Die weten dat ook. Alleen het duurde heel lang. Het duurde heel lang voordat ik een voorstel kreeg. Ja. En toen ik een voorstel kreeg, het was niet veel verbeterd van mijn vorige contract. Oké, okay. Dus eigenlijk terwijl gewoon een verlenging met jaren, maar niet qua salaris of zo. Ja, kijk, ik miste wel een bepaalde waardering die ik kreeg. Ja, want ik was 18, natuurlijk een hele jonge speler, maar ik speelde wel. En jongens die verdienden 3-4 keer zoveel als wat ik verdiende. Ja. En die speelden niet, snap je? Ja. En toen bleef het maar, zeg maar, bleven ze wachten. En toen werd trainer ontslagen, toen speelde ik op het middenveld onder trainer Philip Cocu. Ja. En die kwam de eerste dag gelijk naar me toe van, luister, ik wil jou op het middenveld hebben. Dat sprak natuurlijk heel veel vertrouwen uit. Zeker. Ja. En dat is eigenlijk ook de positie waar ik hoort te spelen. Ja. Denk ik. Op 10? Ik speelde toen naast Kevin Strootman. Ja. Op het midden van... Oké. Ja, toen hadden we Gini Wijnaldum natuurlijk op 10. Ja. Of Ola Teuven, een van die twee. En Ola. Ola, ja man. Ola is wel een gangster geworden nu ineens. Dat is stoer, hè? Met spelen tegen Italië ook. Ja. Loopt hij met die kop. Als je één duwtje geeft, dan is hij weg, die gek. De springplank. Ja, man. Ja. En toen waren ze van plan om Van Bommel terug te halen. Oké. En kijk, ze hadden een fout gemaakt in mijn contract. Dus ik was 16 toen ik die contract tekende en dat was een 3-jarig contract met optie van 2. Oké. En op het moment eigenlijk dat ik die contract tekende, vertelde mijn zaakbenemer al van de laatste 2 jaar is niet geldig omdat je 16 bent. En dat wist PSV niet. En eigenlijk tot de laatste half jaar heb ik het verteld van mijn laatste 2 jaar klopt niet omdat ik toen 16 was. Ja. En toen was er ineens paniek. Terwijl als ze mij, zeg maar, een contractverlenging gaven toen ik nog 1-jarig contract had, had ik gelijk bijgetekend. Omdat ik me gewoon heel goed voelde bij PSV. En er sprak natuurlijk ook vertrouwen uit van de trainer, van Marcel Brands natuurlijk. Ja. En eigenlijk omdat het zo lang uitbleef, voelde het eigenlijk niet meer goed om daar te blijven. Vertrouwen.
vertrouwen gewoon weg. Ja, de waardering. Vertrouwen, het duurt te lang. Precies, en Van Bommel kwam terug. En, ja. Dat is natuurlijk een legend. Ja, die gaat wel spelen dan. Ja. Haal het niet terug voor op de bank. Alhoewel ik heel graag met hem wou spelen. Omdat het gewoon een speler is waar je veel van kan leren. Van Bommel? Ja. En voor jou ook, man. Ik heb ook nog met jou gespeeld. die trap van je. Jij hebt een goede trap. Jij wel... Ik heb veel naar je gekeken. Ja, maar ben je rechts of links? Want je kan allebei volgens mij wel goed, hè? Ja, ik ben rechts, maar ik kan functioneel links. Ja, ook trappen. Zeker weten. Maar die goal voor jou tegen Zwolle was wel erg. Tegen Sparta. Tegen Sparta die één keer indraaide. Oh, maar volgens mij deed je al zo, hè? Want volgens mij zei je tegen iemand, ik schiet hem in één keer. Urbi stond bij mij. Urbi en Emanuelsen. Ja. En hij zei tegen mij, ga hem voorgeven. Dus ik kijk, zo eerste instantie wou ik hem voorgeven. Ja. Toen zei ik tegen hem, nee man, ik ga het gewoon proberen, man. Ja. Hij zat er goed in. De keeper op botsen met zijn hoofd keihard tegen die paal, man. Ik hoorde gewoon deze. Ja. En hoeveel goals heb je nu gescoord dit seizoen? Competitie heb ik 7 goals. Zo, netjes. 7 goals, 5 assists. Goede statistiek, man. 13, 14 wedstrijden. Ja, 14 wedstrijden. Ja, man. En hoe is Ten Hag? Ten Hag is Ten Hag, man. Hij is echt een... Vakman. Vakman, man. Ja, hij is wil die... elke speler beter maken. Ja. En als hij iemand niet beter kan maken, dan zit het hem ook dwars. Oké. En, dat hij dat niet kan doen, zeg maar. Juist. Ja. En hij gaat er alles aan doen om spelers te begrijpen. Om spelers beter te maken. Om hun vertrouwen te geven, maar ook te prikkelen. En daar is hij gewoon een meester in. Ja. Ik heb met hem gespeeld, hè. Bij Twente. Kijk hoe oud ik ben. Ik heb met hem gevoetbald toen ik werd geleend door Ajax bij Twente. Toen was hij ook al echt zo'n... je hebt toch van die leiders en zo in het elftal, weet je. Dat was hij al. Dat was hij, ja. Dat verwacht hij nu ook een beetje van mij, maar ja. Kijk, weet je, ik ben natuurlijk, ik ben een speler die, ik zeg gewoon keihard de waarheid, snap je? Ja. Maar met sommige spelers moet je toch wel voorzichtig zijn met dat soort dingen. Ja. Kijk, dat is niet verkeerd bedoeld, maar eigenlijk de jongens van de straat kun je gewoon alles direct, kun je zelfs uitschouwen. Ja, is dat zo. Snap je? Tuurlijk, ja, die zijn maar het wel gewend. Die eigenlijk uit een kleine dorp komen, die moet je... Anders aanpakken. Ja, anders aanpakken. Ja. Ja, mooi man. Maar hoop je nog, denk je dat je meegaat naar het WK, Marokko? Kijk, Marokko heeft het goed gedaan, man. Ja. WK-kwalificatie met een goede selectie. Uh-huh. Dus kijk, trainen zal niet veel veranderen, denk ik. Maar als jij zo door blijft gaan dit seizoen? Ja, dan hoop ik er wel bij te zitten, man. Tuurlijk, en je gaat transfer maken naar een topclub in Nederland. Ja. Dan moet hij toch wel eventjes... Ik hoop het, man. Daar gaat denken van, hey... Ik hoorde laatst wel bij Fox Sport dat hij wel wat heeft uitgesproken in de Marokkaanse media. Oké. Okay. Ik kan geen Arabisch lezen, dus ik kan het zelf niet lezen. Maar ik hoop het, man. Ik hoop zwaar tegen Sparta komen kijken. Ja, gelukkig scoorde ik toen 2 goals. Ja. En speelde ook goed. Hopen dat ik gewoon deze lijn kan doortrekken. Ja. Naar de winterstop toe toch wel boven de 10 of meer goals kunnen scoren tot aan de winterstop. Ja, dat zou wel mooi zijn. Maar dat was dus wel, toen Vitesse kwam, dacht je, hey, dat was wel mooi voor jou. Ja, ze stonden eerst in de Eredivisie. Ja. En ik kon toen naar Ajax of naar Vitesse. Kon je toen naar Ajax? Ja. Oké. Okay. En waarom heb je... Ajax of Vitesse. Waarom niet Ajax? Ja, ik weet niet, man. Kijk, achteraf denk je natuurlijk wel, kijk, Ajax is gewoon een hele grote club in Nederland. Ja. Ik denk, het is gewoon een hele grote club. En, waarom geen Ajax? Gewoon lastig, man. Gevoel, ik weet niet. Vitesse. Denk je, krijgt Vitesse had daar mee aan het spelen of zo, misschien, bij Vitesse? Ja, kijk, het waren natuurlijk wel, belangrijke anderhalf jaar voor mij. Ja. En bij Vitesse had ik mijn concurrent was Lucas Piazon, man. Ja. Ik wist nog niet veel van Vitesse toen ik daar aankwam. Toen hoorde ik dat hij topscorer was als linksbuiten. Ja. En de beste speler van hem was. Toen dacht ik, hij is mijn concurrent. Ja. Maar hij lag er binnen 3-4 wedstrijden eruit, man. Ja? Mooi, man. Ja. Dus, kijk, ik wil altijd de beste zijn, zeg maar. Ja. Waar ik ook voetbal snap. Mm-hmm. Altijd de beste zijn. En ook toen bij Vitesse.
En toen ik hoorde dat hij de beste speler was, toen was ik, dat is een extra motivatie. Ja. Nou ja, ik viel in, ik viel goed in. Ik kreeg vertrouwen van Peter Bos. En toen speelde ik na een aantal wedstrijden weer. En het seizoen daarop, natuurlijk, was een half jaar in de januari was gekomen. Toen had ik een heel seizoen. Toen de eerste 5 wedstrijden ging goed. Toen raakte ik geblesseerd 2,5 maand aan mijn hamstring. Tot aan de, bijna aan de winterstop. Ja. Want ik had nog maar 1 goal. Ik had maar 5 wedstrijden gespeeld voor de, en ik had nog een half jaar bij Vitesse. Toen dacht ik van, hey, ik moet aan mijn statistiek gaan werken. En de laatste half jaar scoorde ik 11 keer, man. Zo, netjes. Ja. Even kijken, ga nog één keer proberen te bellen, ja? Ja. Hey, joepie. Naam geet je. Ja, man. Hij moet wel opnemen, man. Ja. Hallo? Hi, goeiedag, je spreekt met Frans Molenaar van Voetbalzoom. Mag ik je wat vragen? Ja. Nou, het gaat over, over matchfixing en doping in de voetballerij. Ja, er is nou een onderzoek gestart. En jouw naam kwam ook naar boven op die lijst. Wist jij hiervan? Maak je... Sorry? Maak je een grapje met mij of zo? Nee, maar ik ben echt serieus. Ik bel je gewoon om even te vragen. Nee. 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 Okay, en, helemaal niet. Ben jij ook nog naar Marokko geweest? Het laatste jaar? Vakantie of zo? Nee, niet dat ik weet. Wat dan? Oké, want ja, volgens mij ben je wel op naar Marokko geweest. Want er was daar er kwam een geit. Ja, met de Marokkaanse elftal ben ik geweest, ja, klopt. Oké. Okay. Ja, grappen maken. Ik wist het al, wie is dit? Ik kon niet meer. Ja, je ziet. Zeki hier. Ah. Andy. Ja, Andy, van de meiden. Hey, ik kon niet meer, man. Ik denk, hè? Hey, weet je wat ik wou zeggen? Maar jij zei, oké. Dus ik keek Zeki aan, moest ik lachen. Maar ik wou zeggen, er is aangifte gedaan door een geit dat hij is aangerand. Wat doe je? Hey. Jij bent echt een tiederik. Hé, hey, dit is een goede grap, toch? Een goede grap. Wraak, man. Dus we hadden je wel te pakken. Dat was wel mooi. Ja, hé. Hey, oh. Wat hard aanval, man. Ik schrok, man. En je bleef serieus, hè? Ja. Ik eerst nog tegen jou. Maak je een grap of zo? Nee, ik maak geen grap. Maar ik begon al te lachen, want ik keek Zeki aan. Ik denk, godverdomme. Maar ik kon niet meer houden, joh. Ik moest echt lachen. Hij was goed. Jullie hebben gescoord, man. Dus, ja, man. Oké, okay. Top. Is goed, vriend. Is goed, man. Hij was goed, hè? Ja, hij van de grap. Matchfixing en doping. Ja. Hij werd zenuwachtig. En ik zei hij... Met Marokkaanse elftal ben ik misschien wel geweest. Hij is laatst nog naar Marokko geweest. Oh, jij zo, ja, daarom. Oh, maar ik wou dat zeggen, hè, van die geit heeft aangifte gedaan, maar ik ook niet meer. Ja, maar die geit die heeft aangifte gedaan van aanranding. Oh, top, man. Super, we zijn klaar, man, dat was mooi. Zeker, man. Dat was gezellig. Goed je te zien. Dus gaan we snel nice. Binnenkort wat eten, man. Ja, man, gaan we beetje doen. Lachen. Dat is leuk, we houden even contact en zo. Ja, man. En, kom goed, vriend. Bedankt. Is goed, man. Rustig aan. Bedankt voor het shirt, hè. Geen dank, man, bro. Rustig aan, vriend. Rustig aan, hou me in de broek. Rustig aan, man. Mazzel, vriend. Zie je.